Ewa, strijders, het is je boy Mr. Blipsk en welkom terug bij een nieuwe Black Ops 4 Zombies video. In deze handleiding toon ik jullie hoe je de tweede upgrade kan maken van het wonderwapen, genaamd de Alistair's Annihilator. Vergeet zeker en vast niet om te abonneren als je meer Nederlandse handleidingen wil zien over Black Ops 4 Zombies. Drop die like, zou ik heel hard appreciëren. En klik op het belletje, zodat je steeds een notificatie krijgt wanneer ik weer eens een nieuwe handleiding online zet. Maar anyway boys, laten we beginnen met deze Alistair's Annihilator handleiding. Het eerste wat we natuurlijk nodig hebben, en dat klinkt ook voor zich, is het gewone wonderwapen natuurlijk, de Alistair's Folly. Ik heb hier een handleiding over hoe je deze gratis kan krijgen door middel van een code in te geven in deze kluis hier. Ook zal je ervoor moeten zorgen dat de Pack-a-Punch open is, want dan spawnt de eerste weerwolf en die moeten we dan killen met zilverkogels zodat we dit paard hier kunnen krijgen. En die heb je nodig voor de eerste upgrade van dit wonderwapen en dat is de Chaos Theory. Als je niet weet hoe je de Pack-a-Punch moet open doen, hoe je de zilveren kogels krijgt of hoe je deze Chaos Theory bouwt, dan heb ik over alle drie deze dingen een handleiding staan op mijn kanaal. Ik laat de linkjes hier beneden in de beschrijving. Maar als je dus de Chaos Theory hebt, dan kunnen we nu dus op zoek gaan naar de drie parts voor de tweede upgrade van dit wonderwapen. Zoals je waarschijnlijk al weet zijn er twee speciale effecten op dit wonderwapen. En het eerste wat we nu moeten doen is met dit tornado effect vampieren killen. Als er een vampier gekild wordt in die tornado, dan zal hij zo een bile laten vallen. Dat is zo'n groene slijm die op de grond ligt en zo hebben we in totaal 4 stuks nodig. Dus van zodra je een vampier ziet spawnen, dan kill je het met dit tornado effect en dan kan je dus deze bile opnemen. En vanaf je 4 biles hebt verzameld, dan moeten we nu naar een graf gaan hier in de cemetery die rood licht zal schijnen. En hier kan je dan vierkantje opdrukken om zo'n speciale vampier op te roepen. Deze vampier heeft iets meer damage nodig om hem te killen, plus ondertussen zullen er ook veel normale vampiers spawnen. De bedoeling is nu dat je alle vampiers killt, ook deze speciale, en als je deze speciale vampier hebt gekillt, dan zal hij een paard laten vallen. En dat is het Nosferatu Chaos Material. Raap dit dan op en dat is al een eerste paard voor de tweede upgrade van het wonderwapen. En dan nu voor het tweede part blijven we hier ook in de cemetery aan de kant van het mausoleum. En dan heb je hier allemaal lichten staan rondom de trappen van het cemetery naar het mausoleum. En dan zal je zien dat er één lamp meer naar de oranje kant schijnt in plaats van geel. Nu moet je gewoon met je wonderwapen hierop schieten, de lamp zal uitgaan en het zal verspringen nu naar een andere lamp. Dus zoek terug een lamp die oranje schijnt, in mijn game was dat hier beneden aan de rechter trap. En dit moeten we eigenlijk 4 maal herhalen. Dus mijn derde lichtje was hier aan de linkerkant, beneden aan de trap. En dan moet ik nu nog 1 maal een lamp vinden en deze was hier. En als je dan 4 lampen zo hebt geschoten met je wonderwapen, zal er een vleermuis spawnen en die moeten we dan uit de lucht schieten. En die laat dan een paard vallen. Dit paard is de Bad Chaos Material en nu hebben we dus al 2 paards en moeten we dus nog maar 1 paard vinden. Voor dit derde paard moeten we naar de forest gaan. En hier in de forest kunnen we zo 3 hoopjes vinden met lichtgevende paddenstoelen. En in 1 van deze 3 hoopjes met paddenstoelen zit ons laatste paard verstopt. Nu om dit paard eruit te krijgen moeten we met ons speciaal effect, dat is die groene cirkel, op een zombie schieten als hij dichtbij dat hoopje is. En dan zal je zien dat hij de paddenstoelen weggraaft. En als je op de goede plek bent dan zal het paard tevoorschijn komen. Zoals je dus net zag kwam er daar bij mij geen paard tevoorschijn, dus ga ik naar een 2e hoopje met paddenstoelen en daar doe je dan net hetzelfde en dan kijk je of daar je paard is of niet. Juist nog een kleine tip, zorg er zeker voor dat het shot op de zombie is en niet op de grond, anders zal hij niet beginnen graven. Dus zoals je ziet heb ik hier ook weer dikke pech, hier was ook geen paard te zien. Dus heb ik nog maar 1 laatste mogelijkheid, aangezien er nog maar 1 hoopje is met paddenstoelen, dan zal sowieso ons paard daarin zitten. Dus ik ga nu naar dit 3e hoopje met paddenstoelen. Hier doe ik net hetzelfde, ik schiet op die zombie met dat speciale effect. En zoals je ziet, hier ligt sowieso mijn paard, aangezien dit de laatste kans was. En dit raap je op en dan hebben we nu alle parts voor de Alistair's Annihilator te bouwen. Maar nu moeten we enkel nog naar het Greenhouse Laboratorium gaan. En zoals je kan herinneren hadden we eerst die Nosferatu Chaos Material als eerste part. En als tweede part was het Bad Chaos Material. Die moeten we alle 2 hier in de machine plaatsen, hier in het laboratorium. Dus plaats het hierin, de machine zal in werking gaan en zogezegd creëren we nu een Prima Materia. Wacht totdat de machine klaar is en dan moet je hier aan de linkerkant van deze machine komen en hier kan je dan deze Prima Materia oprapen.
Dus dit is de Primal Materia van de Nosferatu Chaos Material. Nu ga je dan nogmaals vooraan aan de machine om nu de Bad Chaos Material te plaatsen, zodat we dit nu ook kunnen creëren naar de Primal Materia. En dan ga je terug wachten aan de linkerkant van de machine, zodat je terug die Primal Materia kan oprapen. En nu hebben we dus alles klaar om de Alistairs en Annihilator te bouwen. Dus ga nu naar de bouwtafel recht tegenover waar je de Chaos Theory moest bouwen. En hier druk je dan op vierkantje om uiteindelijk je volledige wapen up te graden. Nu hebben we dus de Alistairs Annihilator en is dit wonderwapen volledig upgegraded. Ik hoop dat jullie deze video handig vonden, boys. Drop zeker like als het zo is. En ik zie jullie graag terug in een nieuwe Black Ops 4 Zombies video. Dit was je boy Mr. Blipsk en I'm out. Peace!